Mijn naam is Julian Pletten, ik ben 17 jaar en ik ben afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden tafeltennis bij de junioren B. Daarbij heb ik mijn A-licentie verdiend en daarbij ben ik ook nog sportman van 2018 geworden van gemeente Oldebroek. En dat is natuurlijk een hele grote eer voor mij. We zijn nu in de Kamphal aanwezig. Dit is een van mijn meerdere trainingslocaties en hier heb ik al heel wat uurtjes zwetend doorgebracht. Het mooiste aan gemeente Oldebroek vind ik de sportmentaliteit. Of het nou tafeltennis is, voetbal, volleybal, skilleren, bootcamp, maakt niet uit. Het kan in Oldebroek en wij zijn er wel van. Sport is niet alleen fysiek goed voor je, het zorgt ook voor ontspanning, saamhorigheid en een teamgevoel. In gemeente Oldebroek kennen we de organisatie goed bezig. Deze organisatie zet zich 100% in om voor jongeren een sport te kiezen die goed bij hen past. Wij maken ons in Oldebroek op voor de komst van een nieuwe burgemeester. Bent u benieuwd wat wij van die burgemeester verwachten? Kijk dan eens op www.oldebroek.nl en wie weet, tot ziens!